Ik hoop dat in de toekomst de mensen hun auto als een room with a view kunnen beschouwen. Een kamer met een prachtig uitzicht. Het belangrijkste kenmerk van het Nederlands landschap is dat het... Dat je vergezichten hebt, dat het wijds is, hè? In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zwitserland of een land met bergen en heuvels. Daarnaast is het een heel verschillend landschap met allemaal verschillende typologieën. En een derde punt is natuurlijk het dat we een maakbaar landschap zijn. We zijn niet alleen heel rijk, maar ook omdat we een heel vlak landschap hebben. We hebben zee om kunnen zetten in land. We kunnen dingen laten verdrogen, we kunnen stukken land weer natter maken. We kunnen het landschap echt beïnvloeden. En dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar, want daardoor kan je kan het niet alleen maken, je kan het ook kapot maken. Ik denk dat Nederland op dit moment er eigenlijk heel traditioneel tegenaan kijkt. Hè. Dus ze zien alleen de steden en de dorpen als een openbare ruimte, maar eigenlijk niet het gebied tussen de steden en de dorpen. Dat is ook een openbare ruimte, zeg ik. Dus bijvoorbeeld alle snelwegen tussen de steden, die zijn ontzettend aan het verpauperen. Daar krijgen we allemaal onbenullige bedrijfsterreinen langs, die er in ieder geval niet uitzien. Ons hele landschap wordt straks ingepakt achter geluidsschermen. Daar wordt zeg maar visieloos aan gewerkt op dit moment. En ik zou dat punt willen veranderen in Nederland. Zeg maar, onze ruimtelijke ordening is gebaseerd eigenlijk op drie poten. Dus wonen, werken en recreatie. En vervoer was er iets tussenin. En wat ik eigenlijk zeg, dat het vervoer, mobiliteit, de vierde poot van je tijdsbesteding is. Hè. Dus elk mens is bijna al 1,5 uur per dag op de weg. Beschouw de auto of de trein ook als een room with a view. Het is een ruimte en het uitzicht daarvanuit mag mooi zijn. Dit is eigenlijk een soort cliché zoals de snelwegen op dit moment in Nederland zich ontwikkelen. Heel veel geluidsschermen, wat nietszeggende bedrijventerreinen die ook nog allemaal op elkaar lijken. En eigenlijk is dit een van de mooiste stukken van Nederland kunnen zijn waar je prachtig het Hollands landschap zou kunnen ervaren. Dus bijvoorbeeld, je hebt nu net de Kromme Rijn gepasseerd. Tussen Bunnik en Utrecht ligt de Hollandse Waterlinie. De snelweg doorsnijdt dat. En eigenlijk zou het fantastisch zijn om die Hollandse Waterlinie ook weer te laten zien. Vanuit de snelweg. Nou, het leuke is, de snelweg zou je als een verhalenboek over Nederland kunnen beschouwen. Je kan van de geschiedenis vertellen, over de geschiedenis van het landschap, wat een van de grote geschiedenissen is van Nederland. Over de steden, ook over de economie. Het is natuurlijk fantastisch, vind ik, hoe Schiphol aan de snelweg ligt, maar ook de Rotterdamse haven. Hè. Je hebt een prachtige snelweg langs die havens. In Limburg zie je ook hoe vroeger de mijnen daaraan lagen. Dus het is iets wat eigenlijk een hele mooie verhaallijn zou je langs die snelweg kunnen bedenken. En daarmee levert het ook, doe je geschiedenis, lees je niet alleen uit een geschiedenisboek op de lagere school of de middelbare school. Nee, je kan het ook zien. Ja, wat ik zeg van die Hollandse Waterlinie, je leest hem wel in je geschiedenisboeken. Maar zie je, weet je waar die ligt? Dat kan je laten zien. Ik ontwerp voor de toekomst, voor de komende eeuw. Daar zal heel veel technisch veranderen. Hè. Veel meer op ingenieurskunst zal er veel meer mogelijk zijn. Hè. Maar ik denk dat mensen blijven de waarde van de natuur. Dat ze die willen blijven ervaren. Dus ik baseer mijn zeg maar, futuristische ontwerpen op zowel de natuur als zeg maar, wat er technisch voor nieuwe toekomstmogelijkheden zijn. En dat is voor mij, ja, daarin is die natuur een soort vaste waarde. In de onzekerheid van de nieuwe technische mogelijkheden.